heel mooi. Ik vond ze heel poëtisch eigenlijk. Ik heb er echt van genoten. Het was iets heel meeslepend, iets bijzonders. Heel erg hypnotiserend eigenlijk. Een beetje, het gaf me ook een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ik vond de combinatie van de real-life dansers en dan van de visuals vond ik heel sterk. Dat had echt de tweede, alleen nog een extra dimensie. Het tweede deel vond ik persoonlijk iets minder toegankelijk, alhoewel de solo veel meer rust uitstraalt. Maar de muziek van Glaas is voor niet-fans of niet-kenners daar een beetje te alomtegenwoordig, denk ik. En ik miste daar een beetje de interactie met de veelheid aan dansers en beelden. Heel moeilijk om te zeggen of ik het goed vond of niet goed vond. Het is niet een alledaags gegeven, omdat het heel uitgepuurd en mathematisch is opgebouwd. Kent u Lucinda Childs op voorhand? Nee, van haar nog nooit. Nee. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet wat ze vroeger heeft gedaan met Philip Glass. Einstein on the Beach, de opera met Glass. Ik weet dat ze een student was van Maurice Cunningham, die ik nog heb zien dansen in Brussel, lang geleden toen hij al reumapatiënt was. Nou, het is een mijlpaal in de dansgeschiedenis.